Ieder voor zich beeld je een boog in die zich opspant. Beeld je de punt van de pijl in. Maar kijk hem, van dichtbij. Zie de plotse ontspanning van de boog. Zie de vliegende pijl. Volg die pijl. En kijk waar je hem in je verbeelding laat landen. Hangt af van uw kinderlijksvermogen. Mabo. Ietsje tussendoor. Als de kok zijn patat te lang laat opstaan, zit hij in het puree. Ja, deze is wel het mooiste van kwaad, toch het einde. Peter weet het beter. Je moet je relatie bekijken als een suikerklontje. Komt wel goed. Ze smelt voor jou. Neem de tijd zoals dat het klontje dat zich zonder verzet oplost. Problemen lossen zich niet zomaar op. Ook suikerklontjes hebben daarvoor warmte nodig. Draai des eens met zijn lepel. Dat is nou een grapje. Ik ga het eraf vertellen. Suzanne wordt ontijdend te voordeel van TGV. 82% interesse moet ze nadien en verder te staat. We lachen ermee dat wat het beste is. Inzitten met brengt niets teweeg. Een maand tevoren brachten dieven naar Rato terug met 2 vrijkaart voor de opera. Na de voorstelling was de inboedel weg. Vertoon verdween. Ze moet nu tenminste het verhuis niet betalen. Hi. Een klassiek shit en films in feite. Dat hij zich bukte om zijn schoenveters te dichten was de oorzaak dat ze elkaar niet leren kennen. Dat hij later met een vriendin op stap was, was de volgende. Dat ze hem nadien dronken zagen, deed voor haar de deur dicht. En zo ging het maar door. Het heeft 9 jaar geduurd eer ze elkaar aanspraken. Ze zijn nu niet meer uit elkaar te krijgen. Een eerst kindje is het komst. Ja, van deze keer naar Thijs gaan. Deze is nog. Niet zomaar een meisje. Daar iedereen warmte nodig heeft en het winter is, heeft ze besloten Charles te breien. Een manier om uit te drukken wat ze niet zeggen kan als het ware. Ieder een hart onder de riem steken door ze te omarmen met zachtheid. Voor zij onder de rol die ze even graag ziet als wij vroeger, Beers Colacol. Dat is voor dat meisje, mijn Beers Colacol. Oké. deze is wel nog mooi van mijn zoon. Vuur is overal en gevaarlijk. Vuur maakt je kapot, zelfs als je een skelet bent. Draken spuwen vuur en dan ben je dood. We hebben ook vuur, hè papa? Zeker weten, zei ik kort. We zijn op weg naar het water, ver weg van het vuurwerk. Enkel een zeepaardje ontbreekt. Vuur kan even pijn doen, hé papa? Hé, papa! Vuur! Zo ratelt hij door. En in mijn ogen het water om wat ik daarmee deed. Bo. En op het einde van het einde, hè. Borderline. Het is voor.
Hé, hey, dit is een hoedje. Ja, echt wel, de laatste drie zijn goed. Het is voor Haast jullie naar boven nu, onderbrak ik de politieman. Mijn lief stond in haar onesie in de dakgoot, dreigend naar beneden te springen. In die tenue werd ze wat later afgevoerd naar het wel gekende bewaarhuis. Een andere keer was een ambulance die haar niet. Niet willende dat ik naar huis ging, had ze zich gesneden. Vanaf haar balkon zat ze naar ikzelf, die reeds op de fiets zat, mijn naam te roepen, bloed naar beneden gusten. Het is niets, mama heeft een beetje pijn, en zegt hij haar zoontje van 6, op wie ik lekker moest. We zijn beu van haar deur te slaan, staan bedoel ik. Zijn de flieken me bij zoveel interventie. En zo heet het maar door. Ze is weg nu en bij een ander. Ik wens hem veel sterkte. Ik ben de man. Oké, een beetje seks. Om toch te zijn. Mensen hebben wel leuk. Pussy. Of ik eens naar het hotel kon gaan, kwestie van een streepje. Zo. Geen probleem, zou ik even mijn streepjes zoen, dacht ze zo. Jullie, en lekker wandelend op de dek. Op staande. Op het dubbele bed lagen twee vrouwen op zijn hondjes naakt. Welke kut moet ik scheren, vroeg een van de chipmunks me. Kan mij dat scheren, zei ik. Ik kom gewoon om de drugs. De welke, drong de kerel aan. Doe maar de rechtse. Die ziet er toch maar uit als een ontplofte rat, zei ik. Ze gaven me het nodige en onder een stralende zon stapte ik terug richting casino. De welke heb je nu geschoren? Vroeg ik zanderdags bij de repetitie. Allebei, zo zei hij. Het belooft weer een leuke dag te worden met de chips. Dat is een afkorting van de chipmeneers. En een beetje lang voor op een flightkeys. Dus dan staat gewoon chips op. En deze is om tijd hier. Dat is van ons 5 jaar was. Ja, ik zie me daar nog staan met mijn zelfgemaakte kabouter onder de boom voor me uitkijken, turend naar mijn speelde klasgenootjes wiens taal ik niet begreep. Een tijdje aan de overkant van de schoolpoort leek leuker en dan stak ik door. Waarop wat later de deur ophing en een beer van een vent met nog langere baard dan mijn kabouter die me van schreeuwen. Pas toen mijn mama op haar beurt deed de flikken in wie zwaan ik intussen zat te roepen, was het gedaan met wachten. Eerst de kleine ruit en dan kunnen we praten, hoorde ik haar snel. Ik was 5 en mijn mama was let. Dank u.